Hallo kijkers van Shine Scott. We gaan een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty. Yeah. Zijn we lekker bezig met een boss fight? Een boss fight nog wel. Ja, tenminste, dat zegt. Oh, dat was de boss fight dan. Dat was een hele makkelijke boss fight. Ja, dat levensbalkje zeker. Ja. I can't do anything else! Hurry up, Harry! Oh no! Okay. Our table is broken. Oh, een safe ding. Handig. Oh, dit verklaart alles. Ik kom aan bij het kistje en ineens besluit een boom te gaan leven. Oké. Okay. Oeh, Rusty loopt vast. Tijd voor mij om in te halen. Leef je nog? Ja, ik ben er nog. Goed zo. Oh, ik wil zeggen, nee, volgens mij was Discord gewoon even vastgelopen. Ja. Auw. Hoppatee, zoveel smekjes, joh. Ik durf te gokken dat het zelfs in alle smaken is. Oh ja, absoluut. Ik heb gewoon al 30 smackies. Wacht, ben ik gewoon verkeerd gelopen? Nee, ik... Oh, hier is wel een kist. Oh, wacht, ik zie het al. Ik heb een goed gedrag. Yo, Harry. Oh ja, tuurlijk. Harry kan 2 keer de hoogte van zijn eigen lichaam om omhoog te springen. Oké. Okay. Tuurlijk kan dat. Makes sense. Oh jee. Heen? Ik heb hier geen goed gevoel bij. Ik bedoel niet een stukje van Hedwig. Hi Hedwig, hoe is het mij? Lang niet gezien. Ja, ik ga even je koekje halen, komt goed. Dat doe maar. Terwijl ik ondertussen tegen wolven ga vechten. Oh, onze favoriete wolven, ze zijn er weer. Zo ja, jammer dat ze er weer zijn. Oh, maar deze helftbars zijn niks waard. Nee, nou, gelukkig. Nee, want ik heb er eentje gedaan en die was meteen een kwart weg. Oh, nice. Hier, ik heb ze dood. Nee, tyfuszooi. Ik was er al bang voor. Daarom drukte ik gewoon op A. Alleen je kan niet wegstappen met A. Dat is zo raar. Mensen, zal ik Milan nog even leuk nieuws vertellen? Wat in deze game ook nog mag gaan gebeuren. Tegen de basilisk vechten? Ook. Maar herinner jij toevallig nog het o zo leuke stukje van de video van gisteren? Nee, want ik heb de video van gisteren niet gisteren nog gekeken. Oh. Het was in de beep, op de verboden afdeling, zeg maar. Ja, dat je moest ontwijken van mensjes. Ja, dat jij... Dat ik naar beneden flikkerde elke keer. Ja, dat is in deze game ook. Wat? Ik hoop dat de mechanics beter zijn in deze game. Ja, ik hoop het wel. Volgens mij, ja, het enige verschil is alleen dat filter er niet is. Oh, hebben we weer... Zijn die nou wel weer hier, jongens? Ga gewoon fietsen stelen. Nee, hey, nou, geen fietsen stelen. Ja, ik heb geen fiets, dus voor mij mogen ze niet rust stelen. Oké, okay, waar zijn al die dingen? Waar zijn die krengen? Die zijn sinds je bent gone, zijn die. Oh, ik heb ze gevonden. Hier komen... Oké, okay, Harry, waarom zit jij te huppelen? Oeh, een pumpkin pasty. Oké, okay, met hoeveel zijn die nog? Oh, auw. Mijn smekkies! Raak ik iedere keer. Sure. Oeh, een safe boekje. En een key. Kijk, ik moet er nog één. Waar is die? Kan je in Dolphin geen safe state zetten eigenlijk? Ik heb geen idee.
Misschien een keer de moeite om een keer samen even uit te vogelen of dat kan. Oh, dat is goed. Kunnen we wel een keer doen. Want als dat kan, dat biedt ons wel veel perspectieven namelijk. Ja, dat zeker. Oh, ik heb geen uilensnoepje. Waar moet je die vinden dan? Herinner je nog een stukje waarbij ik zei wolven? Ja, oh, daar moet ik nog naartoe. Yep. Oh, kut. Oh, het leven. Ja, maar het ergste is, het uilenkoekje ligt niet daar. Oh, waar is het naartoe? Het ligt eigenlijk wel een stukje verderop. Ligt hij daar? Oh, hier zijn er zullen de wolven zijn. Wacht, hoezo ben ik ineens bij Rom? Oké, je hebt het uilending helemaal niet nodig. Ah. Goed om te weten. Ja, want ik ben nu bij de auto. Ik ben nu bij Ron namelijk. Ron, houd stil. Au. Oh, echt. Die wolven zijn veel makkelijker in deze game. Ja, daarom. Dus, oh, ik moet ook raken. Oh, ja. Oh, die mensen hadden tegelijk mij aanvallen. Ik ben een gevoelige jongen. Oh, is dat het? Hedwig. Hedwig, jij legend. Hedwig is geen legend. Hedwig komt pumpkin pasties brengen. Hoe durft hij? Waarom word ik trouwens aangevallen door de auto van meneer Wemel? De auto is boos dat hij hem gestolen hebt. Nee, maar de boom valt mij aan met de auto. Oh. Een tovenaarskaart. Number 7. Mist ik nou gewoon? Hoezo? Wat is dit voor spel? Ik wil niet dood. Beam. Uh-oh. Dank je, Hedwig. Die had ik nou net nodig. En gaan we nou nog met stenen gooien? Jazeker. Tamara. Je komt eruit met je steen. Ja, jij hebt het. Oké, kom maar. En toen was... Zo! En terecht. De beukweg liet Ron even vliegen. Lekker. Ah, joh. Ja, Ron, we proberen die deur waar we letterlijk al op toe aan het lopen zijn. Hallo, Zwijnstein. Hallo, daar. General Kenobi. Ja, the only thing I'm not looking forward is to finding Snape. Hallo, Snape. Hi, Snape. Ik was... ja, we hebben de trein gemist, Snape. Door de dobster. Hoezo? Ik heb flipendo gedaan op een beukwurg en dan zeg jij zware schade. Ik vind het wel zware schade als ik hier als ik heel erg ben. We hebben flipendo. Je doet flipendo op dat ding. Gewoon een flipendo. Oh, deduct health points. Oh, Milan, trouwens nog iets anders. Ja. Als je gepakt wordt door prefix, verlies je house points. Oké, maar moet ik hierheen? Ik ben daar niet geweest. Ik denk wel dat daar het uilensnoepje ligt. Nee, dat zat er niet. Maar waar moet ik dan heen als ik hier ben? Ik heb hier echt al... Even kijken. Je gaat naar die ketel toe. Daar, ja. Deze zit hier toch naar de laatste gaan te kijken, dus... ja, daar. Bij de achter die weer... Ja, een soort van... Die, ja, daar. Oh.
Dus ik had dit allemaal niet hoeven doen. Ik ben zoveel tijd verloren, maat. Harry, kom, we gaan even naar de 7e verdieping. Hé, hey, Harry, wil je ruilen? Nee, dat wil ik niet. Ik heb nog geen dubbele kaart om te kunnen ruilen. Oh, het ziet er echt uit als de computergame nou. Ja, klopt. Ik weet wel waar ze die cutscene vandaan hebben gehaald. Ja. Kom Ron, wij moeten naar onze slaapzaal voordat Snape ons... Oh, ze hebben die deuren weggehaald hier. Dat is zo handig. Ja, ik kan nou gewoon zo naar de lokale lopen. Wat is hier aan de hand? Oh. Oké, waarom kijk jij zo depressief? Waarom kijkt Hausdorff denk zo verdrietig? Hoezo heeft hij nou geen schade opgelopen? Oh, nee, als dat ding groen opgloeit, ja? Moet je hem raken met een flipendo en dan pas kun je het oog raken. Oh, daarna moet je ook nog het oog raken. Ja, oh. Daarna moet je ook nog het oog raken. Dat is 5, dat is 6 en dit is dan 7. Oké. Zo. Omdat we hier toch zijn, doen we meteen even dit. Oh, ze hebben die boekenkast ook nog eens weggehaald. Oh, kan je er niet in, Ron? Zo, jammer weer, hè. Oh. Ja, nou, dikke dame, toevallig gaan wij dit jaar wel doen. Alleen is het andersom. Ja, ze zegt, we zaten vast jullie twee zwadderaars vermomd als Gryffindors. Ja, wij doen het andersom. Wij gaan als Gryffindors vermomd als zwadderaars. Dikke foreshadowing. Ja. Wat? Oh. Waarom is de gang naar de leerlingenkamer een kruipruimte? Omdat het in de... omdat het in de boek ook zo is. Oh. Ik ben aangevallen door een geest. Nou, ik heb 56 smackies. Of 46. Goed vast dan uit mee. Wattlebird. Zie je? Hij liet Ron gewoon even vliegen. Yeah. Hij jiet nu gewoon een keer. Ja. Much appreciated. Thanks, Harry. Much appreciated. Anyway, ja. Oh ja, ik waarschuw je alvast. Iedere keer als je naar uit de leerlingenkamer gaat, glasscherm. Leuk. Ja. Oh, dit ziet er ook heel mooi uit, dit laadscherm. Ja, zeker. Ja, wel. Maar pas wel op, hè. De gevaarlijke docenten buiten. Ja? Ja. Welke gevaarlijke docenten? Snape. Wat ik daarvoor. Ja, wat voor wachtwoord hebben jullie tegenwoordig rond? Flippity Gibbet. Om eventjes daar boodschappen. Om daar eventjes wat dingetjes te kunnen kopen, oké. Okay. Snippa, ga weg. Snape, leave Britney alone. Echt hoor. Oh, oeps, sorry Ron. Ik was even aan het kijken of er nog ergens aan 4 smackies kon komen. Oh, wat is dit voor camera setting? De typical sneak camera setting. Oh, nee, wel dit is handig. Het is wel dezelfde... Ja, het is wel dezelfde ruimte. Dezelfde ruimte, dat is dan wel goed gemaakt. Oh, 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 oh. Hi, Percy. Wat? Dat maakt een sneaky 8. Ja. Man, dat doe ik gewoon sneaky. Ja. Hi, Fred. Hoi, George. Ah, Potter, you finally made it here. Yes. Ja, ze zal verschrikkelijk woedend zijn, wat denk jij? Ja. Ja.
Ja, zie, nou moet je weer betalen met smackies. Betalen, hè? Ja, je moet dokken, jongen. Dokken. Nu zomaar betalen. Oh! Hoeveel kost dit? Alohomora spelboek? Ja, dat is het Alohomora spelboek. Hoeveel kost dit? Die kost 100 smackies. Maar je kan maar 50 smackies. Oh, je kan je tas vergroten? Ja. En ik kan er nu... Ja, jongen, dat is mijn vraag niet. Ik wil weten hoeveel ik er mee kan nemen. Oh, ik kan er precies 100. Wij gaan sparen voor Alohomora. Oh, Percy, hi. Kom maar niet mijn kant op. Oké, doei. Dat was gezellig. Doe de groeten aan mevrouw Meubel. Mevrouw Meubel? Nee, Meubel. Oh. I can't get into the common room, Harry. She wants the password. Nou, oh, heeft ze pech. Ja. Yo, I'm off to bed. Ja. Lekker slapen. Ja, het is een moeilijke dag geweest. We gaan gewoon naar bed. En waar moeten we als eerste heen? Oh. Milan, sorry verbaasd, maar we hebben weer vliegles als eerste. Vliegles? Ja? Maar ik wil allemaal geen vliegles. Ja, nou, dat heb je. Je krijgt toch vliegles. Ja. Opskieding, alsjeblieft. Oh ja, ik wil zeggen, ik ga nu letterlijk de andere kant op. Fred en George have set up a shop. Ja, ik was er al bang voor. Ja. Dat kunnen dingen soms lang duren, jongen. Ja, niet normaal. Oh ja, oh. Het is Hufflepuff dat paars is. Hufflepuff is paars, ja. Echt fucking heftig. Echt raar. Ja. Echt raar, wat dachten ze? Ja, waarom zou je Hufflepuff paars maken? Wat is er mis met hun? Een hele hoop. We zeggen Hufflepuff is... Oh, wat de... Wie viel mij aan de muur? Wat? Wat doe jij? Wat de hel? Haha, pershuis. You. Pershuis nog wel. Okay, die is op slot. Deze is open, oké. Mom's gonna kill Ron when she finds out. I bet it was worth it to see Snape's face when you landed. Sort of. Anyway, hoezo pershuis nou weer? Yes. Ken je de serie Percy Jackson? Ja? Ja, Percy is zeg maar kort voor pershuis. Ah, oké, zo op die fiets. Alleen volgens mij is deze Percy kort voor... wat was het ook alweer? Oh, ik heb maar één smackie. Moet je iets kopen of mag je ook weg? Ja, in jouw geval moet je weg. Ja, het geldt niet. Waarom kan ik die camera niet draaien? Wat is dit? Volgens mij is deze Percy van... Percival? Nee. Ja, Percival volgens mij wel, ja. Maar Perkamentus heet al Percival. Hoi jongens. Waarom staat er overal meteen zo'n... Oh. Tuurlijk, nog eentje. Hey Harry, ben je boos? Oh nee, hoe kom je daarbij? Oh, dit is de plek waar ik moet zijn. Ja. Dit is niet de plek waar ik moet zijn. Er is één plek waar je gewoon smackies kan laaien. Maar we hebben het over een askaart. Nou, we hebben vliegles gesproken. Kan jij even stoppen? Leave Rusty alone. Nou, en hier is niks, oké.
Nee, ik ging namelijk van... Ik ben van 20 smackies naar 8 gegaan. Dus het is een moeilijke tijd. Nice, nice. Zeg vraag je, hè? Nice. Krijg je... Ja. Krijg je ook nog nieuwe spreuken? Oh, de tijd is om. Stop, hé! Volgens mij krijg je... Antwoord op je vraag is ja. Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe nu heb je mogen zien. Graag de volgende keer weer. Adios, amigos.